Al na 10 minuten de aftocht van doelman Bart van der Beek, de tweede keeper van GVV, mocht keepen omdat hij tegen zijn broer speelde. Maar na 10 minuten eraf met een liesblessure, vaste doelman Johan Jansen, die op de bank begon. Weer onder de lat en die wordt snel beproefd als Tofik Adnane in duel met Metsdorf uitglijdt. Metsdorf en Johan Jansen voorkomt de 1-0 voor de treffers. Dat nog strijd tegen degradatie. GVV is al lang veilig. En is het helemaal kwijt. Halen 1 punt uit de laatste 5 wedstrijden. De derde plaats zijn ze al kwijt. En nu moeten ze zelfs vrezen voor plaats 5. Hier geluk voor GVV als Hulsbos kan redden. De bank van de Veenendaalers is er niet gerust op. Terschegget zoekt de combinatie met Brouwer. Terschegget, pech voor GVV. Na een klein half uur spelen. Maar de treffers, de betere ploeg, de treffers, de fellere ploeg. Duidelijk zichtbaar dat de treffers nog ergens om speelt. En de ploeg komt dan ook verdiend op 1-0. Sandrino Misijang komt binnen. Na de hoekschop van Boy van de Beek. Die hier ook een vrije trap neemt. Dan liggen er 2 mensen op de grond. Strafschop, zegt scheidsrechter Oostrom. En Boy van de Beek, ja, hij had hem dus eigenlijk moeten maken tegen zijn broer. Maar ja, die is al lang gewisseld. Geblesseerd eruit. Het is wel 2-0 voor de treffers. Dat is het allerbelangrijkste. Badjek met Brouwer. Brouwer naar de grond. Bij GVV vinden ze dan dat Badjek een overtreding heeft gemaakt. Brouwer geblesseerd. En dan gebeurt er van alles. Assistenttrainer Diepenveen boos op de vierde man. En verzorger Jan van Pommeren heeft wat gezegd tegen Ingmar Oostrom. En die mag inrukken. Maar het blijft 2-0 voor de treffers. Dat 3 hele belangrijke punten pakt.